Baan nummer 7, helemaal uit Winschoten, Valerie Meinders. Baan nummer 6, hou haar in de gaten, altijd goed in finales, Rentje Roelofs. Baan nummer 5, afkomstig hier van de club uit Nijkerk, Emily Vos. Dus een van de topfavorieten van vandaag. Vanaf baan 4, sterk in finales, Tessa Geerling. Baan nummer 3, de dame uit Apeldoorn, Mariska Bosjut. Baan nummer 2, alles gewonnen vandaag, zij lijkt in topvorm te zijn, Jean Reac. En de dame aan de binnenkant, zij rijdt voor de club uit Tiel, denk ik dat zij vandaan komt, Marissa van Eck. 16 jaar en ouder, ladies. Hij staat Geerling die al snelste weg is. Geerling Reac. Kan Geerling er dan nu voor zitten? Geerling de hele dag achter de rennen. Dan kijk eens, dat is BMX. Tessa Geerling geeft nooit wat. Ze laat niet voor staan. En als ze desnoods door je heen moet rijden, doet ze dat wel. En dan zie je dat ze daar als eerste toch weer doorkomt. Heeft ze de hele dag toch verstoppertje gespeeld. En dan zie je dat die ervaring, die koelheid in de finales belangrijk zijn. Want deze twee dames die voorop rijden, hebben de hele dag niet voorop gezien. En zijn wel de dames die hier de titel gaan verdelen. Tessa Geerling, Rentje Roelofs. En dan komt Jean Reac toch gewoon wat ervaring. Tekort. Gewoon de druk van het favoriet zijn. Hij komt hier nog een aanval in de laatste bocht. Oh ja, Roelofs twijfelt, kiest geen lijn. En dan heb je geen kans tegen de kampioen van Midden-Nederland, Tessa Geerling.